Maar ik heb actually niet thee. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag van iemand. Ben ik hier gebleven. En ja, zoals je ziet, gaat het niet echt behoorlijk goed met met de gevangenis, laten we maar zeggen. Want blaast die er heel veel op. Dus ja, nou ja, we zijn dus nu even bezig met deze stroomcentrale nog even te fixen. Want als ik het daar zou, dan ook wel helemaal fout gaan. En zoals jullie misschien al weten van de vorige aflevering van Goedskip komt tot Engelsleer, heb ik ook een beetje last van verkoudheid. Vanwege dat ik deze week nog last had van de griep en zo. En dan komt er allemaal weer mooi bij, verkoudheid en dit en dat. Dus het is allemaal heel heerlijk. Nee, maar in ieder geval, ja, ik ben er dus nu eindelijk weer een beetje beter, in ieder geval, nou ja, redelijk, om weer een beetje op te nemen. Nog niet helemaal, maar ik probeer in ieder geval mijn best nog om een beetje opnames te maken voor jullie. En nou ja, dus zoals je kunt zien, is het hier echt nog een beetje chaos, want hier staat alles nog te roken en te smoken en iedereen, ze denken volgens mij dat ze peukjes bij zich hebben ofzo, weet ik veel. Nee, geen rookal. Ik probeer er gewoon toch onderzoek te vinden. Oké, ze lopen nu alles een beetje klaar te leggen. Maar ik wil dat deze vloer ook een beetje even weer normaal wordt. Hoe zit het met de elektriciteitskabels? Ja, die zijn natuurlijk ook helemaal op de tyfus ingegaan. Geen wonder eigenlijk. Help me, SOS. Of zo. Oké, zo. Dit is even weer allemaal aansluiten. Hey, tunnel. Wat een wonder. Wat een lange tunnel. Oh ja, die dingen die heb ik hier natuurlijk ook nog een beetje neergelegd voor de warmte. Ook altijd wel even handig om te hebben. Oh ja, die gingen hier allemaal heen. Dat klopt. Er is niks anders busted volgens mij. Ja, deze had ik volgens mij. Of die wel. Of die was er gewoon nooit geplaatst. Zoals ik wel eens vaker heb van die mensen die niks plaatsen. Of gewoon weigeren om te plaatsen om een of andere reden. Terwijl ik ze gewoon heb gezegd van, plaats hem nou. Maar gewoon niet doen. Zo'n soort persoontjes heb je natuurlijk ook. Hier moeten ook boilers in komen. Die hebben daar nog niet geplaatst. Nou, laten we nu gelijk maar eventjes gewoon hier neerplempen. Kunnen we ook een beetje genieten van heet water. Hebben ze van die luxe cellen, maar dan hebben ze geen toevoer van heet water. Ja, wat is dat dan nou weer van logica? Ach ja. Oké, omdat die nou daar wordt aangesloten, kan die waarschijnlijk. Ik weet niet zeker of die dat allemaal gaat halen, maar dat gaan we vanzelf wel zien. Okay, die kant. En dan precies hetzelfde eigenlijk hier. Ja, het zijn eigenlijk gewoon twee cellenblokken, gewoon precies hetzelfde gemaakt eigenlijk. Ja. En ik loop nog steeds een beetje in de min, maar dat komt waarschijnlijk omdat we gewoon weer een aantal dooien erbij hebben gehaald. Dus ik gooi er gewoon naar de 200, hoeveel kunnen we eigenlijk hebben? 273, dus gooi ik gewoon naar 270 of zo. Ja, naar de 270 misschien. Gewoon 275, gewoon een beetje lekker rond getal vind ik. Oké, waarom doet die stroom het nog niet? Is dat ding niet aangesloten? Hier, nu doet hij het wel. En doe jij het water? Water, doe je het? Wat doe je het niet? Ik heb toch water? Geef ik krijg water. Zit dit te zeiken? Nou, hier, lozen. Lozen en plaatsen gewoon weer opnieuw. Hey. Och, daar zijn we weer rellen bezig. Dat is volgens mij de eerste keer dat we rellen hebben, man. Ze zoeken het maar even. Oké. Okay. Ze zoeken het niet uit. Ik ga gelijk eventjes
wat mensen erbij halen, denk ik. Altijd zo. Zie je altijd wel hem. Even kijken, waar zijn die rennen bezig? Volgens mij hier. Ja, want die zijn helemaal mensen dood. Ik denk dat ze hier naartoe moeten. Gewoon vanwege het hoeveelheid aantal bloed en zo. En mensen op elkaar gepropt. Oh, daar boven ook. Oh ja, nee, tuurlijk. Heb ik net oproeppolitie. Are you fucking serious? Waarom is het constant zo dat iedere keer als ik iets doe met deze, dat het gewoon gelijk weer boom gaat? Why? The fuck is er een beetje aan de hand? Jemig. Jongens, ik doe gewoon iets verkeerd. Maar zeg maar wat. Heeft het te maken te doen door de sprinklers? Waarom knapt dat ding zo vaak uit, man? Weet je wat? Slop gewoon helemaal naar de grond. Hier, zoek er maar weer uit wat je ermee doet. Oh ja, nee, natuurlijk. Je hebt tenminste sprinklers en dan haal ik ook toch de vuurmannetjes erbij. Soepel. Zoek de hele bende maar af. Maak wel even een nieuwe. Misschien dat het gewoon te maken heeft met het water en zo. Oké, ja, nee, dat kan ook. Maak gewoon hier weer even een nieuwe. Oh, dan krijg ik opeens weer Discord bericht erbij. Gezellig. Ik dacht dat ik die shit had uitgezet. Oh my god. Ja, nee, soepel. Die staan ook uit. Want de streamersmotor staat aan. Maar op een of andere manier geven ze nog steeds meldingen. Hoe? Fucking Discord. You were broken as shit. Of ik heb het gewoon zo bonken gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Nu altijd aan Discord te liggen. Kan gewoon ook aan mij liggen. Sorry jongens. Het ligt gewoon aan mij. Het ligt altijd weer aan mij. Boody boody. Ja, nu ligt er een hele stroom waterleiding. Die echt wat nodig is. Hé. Hey, wat doen we daarmee? Weg daarmee. Ik weet echt totaal niet wat de fuck daar fout gaat. Nou, het zal wel. Ik heb gewoon een nieuwe ruimtetje gemaakt. Maar misschien iets veiliger, hoop ik. Als het nog niet veilig is, dan ga ik huilen. Dan ga ik gewoon echt spontaan huilen. Dan zet ik gewoon de boiler hier ook alleen. Die gooi gewoon aan de... Hier. Ja. Aan de... waterleiding. Zoiets. Er moet er natuurlijk ook weer stroom bij komen. Hier. En hier. Hoppakee. En dan weer als dat ding nog een keer ontploft. Zodra ontplof ik nog helemaal. Gewoon vanwege de frustratie. Maar kan helemaal niet. Want deze die draait veel meer dan deze. En toch ontploft deze eerder dan die ander. Hoe? Ja. Weet je wat? Ik stap er gewoon niks van. Zo. Gooi jullie boiler dan maar alsof als neer. Gewoon een lekker aparte ruimtetje voor die fucking elektriciteitscentrale. Ze doen er maar mee wat ze doen. Ik ga het nog voor één keer proberen en anders moet ze maar laten. Hoe vaak heb ik nou al geprobeerd? 5 keer of zo? Als het niet 6 keer is. Ach, het zal allemaal wel. Maar ze geven ook geen melding van wat er nou precies fout gaat of zo. Normaal geeft een of andere manneke wel zo van: ja, dit gaat te fout en dit en zus. Maar nu helemaal niks.
Het kan er misschien doorkomen dat er water bij zat te komen. Dat is natuurlijk ook nog wel een ding. Maar water en elektriciteit, dat wil niet goed gaan. Bij elkaar. Echt niet. Nou ja. Water geleidt gewoon heel goed elektriciteit. Dat is gewoon duidelijk. Dus ik denk. Het kan maar zo. Dat dat gewoon. 5 keer boom heeft gezegd. Dus ik heb nu eigenlijk gewoon van de 4 verplaatst naar daar. En nu doet hij het wel gewoon. En wat ik eigenlijk hoefde te doen was meer van die afvoertjes hier neer kunnen plempen. Maar hey, dat kost mij ook weer te veel tijd. Nou ja, maakt niet uit. Nee. Maar in ieder geval, we hebben dat probleem in ieder geval opgelost in deze aflevering. Heeft eigenlijk best wel langer geduurd dan verwacht eigenlijk. 5 keer in deze 2 afleveringen tijd dat die fucking stroomcentrale ontploft. Zal maar echt gebeuren, zo'n stroomcentrale die ontploft. Nou, beetje zoals Chernobyl of zo. Zoiets. Dus nu heb ik deze 3 gewoon echt helemaal apart aan elkaar gelegd. Dus nu kan er hopelijk niks meer fout gaan. Of ze vinden altijd wel een manier hoe het altijd wel fout kan gaan, maar hey. Dat tezijde. Ik ga nu deze aflevering weer in ieder geval afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie je volgende keer weer. Later.